Dat was UB40 met Here I Am. Wat onderscheidt jouw werkwijze nou van andere marketing support organisaties, Driek? Nou, allereerst moet ik dan bij het hart van ons beginnen. Wij willen marketing salesmensen gelukkig maken. Daar heb ik gewoon voor marketing voor opgericht. Dat klinkt een beetje soft natuurlijk. Ja. Maar daar gaat het eigenlijk wel om. En hoe je dat dan doet. Want marketing en sales zijn soms gescheiden afdelingen. Er zitten soms op verschillende afdelingen. Als hoe je een groot bedrijf hebt wel. Ja. 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 Maar zelfs als je een klein bedrijf hebt, is marketing vaak een folderafdeling. Het wordt nu wat meer naar online toegetrokken dat ze social media mogen doen. Maar het werkt niet echt goed samen. Dus wij willen gewoon die mensen gelukkig maken. Dat is onze driver. En dat doen we door middel van een gestructureerde aanpak. Waarbij we ze bij elkaar brengen. En vanuit de resultaten die ze moeten halen een SLA maken. Een overeenkomst waar marketing en sales bij elkaar zitten. En zeggen oké, we moeten iets hebben. Want dat worden uiteindelijk klanten. Hoeveel moeten we er hebben voor zoveel omzet? Oké, marketing, dat is jouw pakje aan. Ik wil, zeg verkoop dan als kwaliteit. Zo, als ik het budget weet, autoriteit. Ik weet de uitdaging die zo'n lead heeft. Dan wil ik hem hebben, want dan kan ik daar het gesprek mee aangaan. Dus dat staat in een SLA onder andere. Ja, dus zoveel klanten waar ze ook echt contact mee op kunnen nemen. Ja, en dan weet je, en dan als die afspraken helder zijn, dan is er al een stuk samenwerking geregeld. Nou, in de tweede plaats maken wij zeer onderscheidende online campagnes. Mm-hmm. Waarbij we de klant, die we van tevoren in kaart gebracht hebben, echt raken. Dus je moet je doelgroep wel kennen. Je moet je doelgroep kennen. Hè? Dan maken wij, dat doen we door middel van buyer persona's. Dat is een marketingwoord. Met een klantreis. En dan zien wij wat voor vragen er leven. En daarop basis daarvan van die vragen gaan we antwoorden bedenken. Vertalen naar blogs. En die gaan we publiceren op de websites van onze klanten. In samenwerking met hem. En dan gaat dit leadgeneratieproces komt dan op gang. En waar we ook heel goed in zijn is gemak. En het gemak te bieden. Die software die wij verkopen. Die richten wij in, zodat marketing en sales er zelf mee kan werken en er geen techneut bij hoeven te halen. Dat is ook handig. Ja. En als laatste, dat is een van onze onderscheidende factoren, is dat we wekelijks of tweewekelijks helpen met meten en verbeteren. Dan kijken we alle resultaten die we moesten halen, kijken we na. Dat kan traffic zijn naar de site, leads die we moesten hebben, maar het zelfs tot de sales qualified leads die er moesten komen voor verkoop. En dan kijken we naar, hebben we het gehaald of niet? Als we het niet gehaald hebben, wat is de maatregel voor de komende week of de komende twee weken? En dan ga je ook op basis van trial and error verder dan? Of ja, dan gaan we dat voorstellen. Ja, precies. Dan kijken wij, omdat we in de software alles kunnen analyseren. Uh-huh. Kijken we, waarom heeft deze blog bijvoorbeeld niet 100 of 200 websitebezoekers opgeleverd? Of zoveel leads? Maar hoe komt dat nou? Dat kan liggen aan de titel enzovoort. Oké. Nou, dat is toch mateloos interessant, want ik heb nog eens wat blogs geschreven. Daar hebben we het dan nog wel eens over. We gaan luisteren naar Gardinor met Pablo's Blues.